Hey kijkers van Gonzi Games, welkom bij een nieuwe Social Craft. Zoals jullie zien, ik ben al druk bezig geweest met mijn huis. Geleverd uit de F5. Zoals jullie zien, ben ik al even druk bezig geweest met mijn huis en zo. Buiten de opnames natuurlijk, want als ik alleen maar 4-5 afleveringen bezig ben met mijn huis, is het natuurlijk ook niet leuk. Dus ik denk van, ik heb het dak in ieder geval afgemaakt. Tenminste tot zover. Tot zien is het hier, moet ik nog een vloertje maken, maar dat komt wel goed. Ja, het huis is niet zo groot, maar dat maakt helemaal niks uit. Kijk, zo ziet het dak er momenteel uit. Weet je wat, ik loop daar omheen. Kun je het wat beter kijken namen. Ja, het is momenteel mijn huisje. Hoe ziet er nou momenteel eventjes zo uit of zo? Dus dat vond ik wel leuk om te maken. Ja, ik heb tegenwoordig een stijl dat ik zoiets had van... Ja, eens experimenteren. Maar ja, het is natuurlijk leuk. De dak zit erop, maar ja, er zit hier nog geen vloer in. Er zitten natuurlijk nog geen muren in, dus dat gaan we vandaag even doen. Ik heb voor allerlei soorten dingetjes bij mij. Dus ik ga even kijken, waarom heb ik sugarcranes bij me trouwens? Dat snap ik ook niet. Ga ik even in mijn kistje dumpen hier. Even kijken. Die heb ik niet nodig, die heb ik niet nodig. Seeds heb ik niet nodig, wheat heb ik niet nodig. Die niet, lead heb ik niet nodig. Bucket heb ik niet nodig, heb ik niet nodig, heb ik niet nodig, heb ik niet nodig. Jeetje, maar wat een band allemaal. Hoe kom ik eraan? 55 veren? Hoe kom ik daar nog weer aan? Even kijken. Item frame heb ik niet nodig, weet je wat. En dan doen we het zo. Maar ja, ik zit er denk ik ook van stone bricks maken, zoals dit. Ik denk dat het wel leuk is, ja. Van stone bricks is weer wat anders. Want normaal wordt heel vaak kobbel gebruikt. Ik denk dat ik gewoon van stone bricks ga maken. Even kijken. Stone bricks hebben stone bricks die en die. Dus dan schuiven we die opzij. Even kijken zo. En ik denk dat we dat ook nog even sprucewood stairs nodig hebben. Of zullen we dat niet doen? Even denken. Het geeft wel natuurlijk een andere kleur dan als ik ook wood zou doen. Maar ja, anders kleurt het weer bij de vloer. Weet je wat? Ik pak gewoon... van die stairs pak ik er gewoon bij. Er zit glas. Raised stained glass. Ja, dat is ik over na te denken om daar glas van te maken. En even kijken. Zullen we dan ook nog wat stone slabs meenemen? Of die toch zijn. Kijk, dan gaan we hier gewoon beginnen. Best wel laag plafond ligt. Hoe ligt het nou aan mij? Volgens mij ligt het aan mij. Of ik moet natuurlijk de vloer nog eentje lager maken. Twijfel. Kijk, wat dan komt hier. Nee, ik denk dat deze is wel perfect. Of dat doe ik ook niet te hoog. Wel vreemd, want dan kom je hier binnen, zeg maar. En dan kom je gelijk naar die trap toe. Ach, boeien. Maakt er niet uit. Even kijken. Deur, dat maken we later in. Hoe gaan we dit doen? Even kijken, als we nou zeggen van we doen het zo. En dan doen we het zo. En dan doen we zo. Awesome. Of niet awesome. Klet wel mooi weg. We doen het gewoon. Boeien. Het is toch ook mijn huis, dus ik mag zelf bepalen hoe ik het ga doen. Even kijken, zo. Doen we daar nog eentje bij. Ja. Ik moet even hier nog even wat op verzinnen. Als ik dat nou zo doe. Hup, zo. Ja, perfect. Mooi man. Ja, de vloer doe ik er later wel in. Ik ga gewoon eerst even met de muur bezig. Dan gaan we mooi hier verder naar deze kant gewoon. Dan gaan we hier beginnen. Even kijken. Dan heb ik daar een kobbel. Als ik nou zeg van een vierkante raampje erin. Oeh, next heb ik ook niks aan. Dus als we nou zeggen van we doen daar, daar. Daar en daar. Ah, of zo gewoon normaal hout. Ik denk dat normaal hout mooier is. Vind ik persoonlijk dan. Dus dan haken we dat weer weg. Oh. Wat doe je nou? Dan zit er een hele balk. Nou stort alles in. Oh mijn god, nee. Zo. Heb ik nog normaal hout? Ik heb hier nog eentje in mijn hand. Heb ik hier nog normaal hout in? Even kijken. Nee. Spruce wood. Leuk, nog één. Kijk, hier nog wat in? Nee, dat is, nou ja, dan doen we dat zo meteen wel. Het is gewoon even om te kijken of het wel een beetje staat nou. Dus even kijken. Dus ik wil daarin doen. En dan wil ik daarin doen. En dan daar. En dan daar. En dan misschien is het wel leuk om dan die zo te doen. En dan die zo. Denk ik. En dan daar een raampje. En dan misschien die zo. Staat dit? Ja. Ach, weet je wat? We doen het gewoon. Nou, doen we hier nog even een. Het is toch een leuk huisje.
Dus wat boeit het ook? Zo, doe die daar. Doe die daar. Daar twee van. Ja, er komt straks wel wat meer details en zo in hoor. Dat komt allemaal wel. Het is gewoon nou even kijken van hoe het staat, hè. Ja, dit kan zo wel. Ik kan later altijd hierboven nog wat doen. Of hiervoor allemaal wat doen. Of... En dan heb ik hier zo weinig ruimte. Zie dus ik kan natuurlijk ook hier naar binnen meer doen. Maar ja, dan heb ik hier zo weinig ruimte. Vind ik persoonlijk dan. Even kijken, dan hebben we hier nog. Als we dit nou... Even kijken. Je hebt toch niet zoveel ruimte. Als we dit nou naar binnen werken. Even kijken hoor. Gewoon dicht maken. Als we nou... Ja, mensen, ik heb te weinig ooghoed. Ik ga even een ooghoed halen, want... waar kan ik ooghoed halen? Heb ik bij mijn eigen huis nog ooghoed? Goeie vraag. Moet je binnenkort eerst maar eens een nieuwe trap maken of zo. Weet je wat? Ik ga het lekker via de waterglijbaan. Ik heb meestal nog een beetje plezier. Oh, nou ja, ik heb altijd plezier. Dat is de bedoeling. Dat is het ding niet, maar toch. Even kijken. Jee, waterglijbaan. Jee! Wee! Lol. Even kijken. Dan gaan we daar naartoe. Ja. Mensen, blijf vooral even kijken, want aan het einde van deze aflevering ga ik ook weer een invite weggeven. 52 ga ik zelfs weggeven voor deze server. Kun je gezellig met ons meedoen? Gezellig. Lekker met ons. Bouwen. Van alles en nog wat. Heb ik nog auto zien, überhaupt. Even kijken. Die heb ik in ieder geval wel nodig, maar ik heb geen normaal hout meer. Nou. Dat is kut. Dat is mooi kut. Ik heb geen normaal hout meer. Nou. Dan jatten we even wat weg bij de G-Farm. Zo, dus zit het daar in de kist nog wel. Ik heb het ook zelf gehakt, dus waarom zou ik het niet mogen pakken? Even kijken. Zo, 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 zo. Oh shit. Oh. Kijk. Schilt weer, kunnen hier langs. Ziet er weer vet uit, heren. Blablabla. Dat had ik vorige keer volgens mij gelezen. Houd. Ja, kijk. De helft gewoon mee. En dan lopen we weer terug. Wauw. Het ziet er hier ook al ver uit trouwens. Deken staat er ook al mooi bij. Ja. Ah, mijn huisje staat wel mooi hoog. Maar dat is de bedoeling ook. Hoe mooi hoog staan. Toch vind ik wel dat we hier te weinig water hebben. Misschien moeten we binnenkort maar eens een kanaal of zo hier gaan maken. Ach ja. Wat vinden jullie? Zullen we hier eens een kanaal gaan maken? Weet je wel, met allemaal bruggen en zo. Misschien is dat ook wel mooi. Dat misschien met die watervallen zo aansluit. Lijkt me ook wel een tof idee. Gaan we hier langs. Het is wel veel gespring, man. Je krijgt er honger van. Nou, pak weer wat potato's erbij. En dan gaan we weer. Ja, lekker hoor. Ja, lekker. Het zijn net frietjes. Dus mijn bedoeling was om dan deze te pakken. En dan dit juist van hout een beetje te maken. Maar als ik alleen aan het denken om het misschien ook wel zo te doen. Zo. Om een mooie foto maken, zeg maar zoiets. En dan, zo. En dan moeten we het toch naar binnen toe. Eens even kijken. En dat we dan van de binnenkant zeggen, we doen het zo. En dan pakken we het glas. Dat doen we dan gewoon mooi zo. Tenminste wel mooie... Mooi veel licht in binnen. Het is officieel wel veel ramen komen erop. Maar dat vind ik op zich helemaal niet erg. Want dat op zich. Ja, het is mooi licht. Maar de deur moet ik maar eens een keer weghalen. Kijk, wat ik nog zeg, ik hier dan bloemetjes of zo tussen doe. Ja, ik doe het gewoon zo. Boeien. Boeien. Oké, dan zijn we hier weer. Ik had ook bij me nou. Dus dat gaan we even wat. Moet van maken. Kijk, ja, dan kan ik dit natuurlijk allemaal wel weer hetzelfde maken. Of zeg, ik doe hier ook een plank zo. Ik denk, nee, ik doe het gewoon hetzelfde. Boeien. Zo, daarheen, daarheen. En jij weg. Even kijken, dit kan ondertussen ook al weg. Want ik heb nou een trap omhoog. Ja. Wow. Wow, dat was creepy. What the fuck was dat? Dat was best creepy. Daar hadden we stone bricks. Mooi zo. Ja, dat is dat. En dan wil ik hier eigenlijk. Ja, ik zat hier te denken om hier een soort met glas te maken, zeg maar. Dit gewoon een beetje een soort met koepel.
als hij goed is, hier boven ook nog een verdieping. Omdat hier zeg maar dat je hier kan gewoon zitten, kan je lekker naar het water kijken, weet je wel, dat je een mooi uitzicht hebt. Dat leek me wel leuk om hier te maken. Dus dat is dan veel ramen, zeg maar, dat er niet één raampje komt, maar dat hier gewoon een rij ramen komt. Of tenminste, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dat zo genoemd. Maar we gaan eerst even verder met deze. Zetten we daarin en daarin. Zo. Ja mensen, ik heb ondertussen ook al de 150 subs gehaald. Echt super. Super bedankt mensen dat jullie echt... En natuurlijk ook altijd dat jullie mijn video's liken. En dat soort dingen. Echt, dat vind ik echt super dat jullie dat doen. En daarom... Ik vind het gewoon tof om video's te maken, weet je wel. Doe het gewoon vol met plezier. Het is een leuke hobby om te doen. Ja, het is gewoon tof. En dat jullie dan ook nog abonneren op mij en... video's liken. Ja, dat motiveert me nog meer natuurlijk. Dat is helemaal super. Ja, en hoe meer likes natuurlijk en... hoe meer gemotiveerd ik raak, hoe meer video's ik met een duur kan maken. Dat is juist super gaaf, om zo te zeggen. Even kijken. Dan wil ik hier wil ik een balkon maken. Zo moeten nog van die pilaren omhoog en dat soort dingen. Dus dat moet allemaal nog gebeuren. Ach, er valt zo wat nog te doen hier. Kijk, dat is de ingang. Dan kom je hier naar binnen. Even kijken hoor. Je raampjes in maken of niet? Ja, natuurlijk. We hebben een lichtgevend huis. Moet ook veel raampjes. Maar als we dat nog eens anders gaan doen. Hier heb ik stonebricks. Zullen we nog zo gewoon mooi gaan maken? Tenminste, weer wat afwisseling. Ja. Even kijken, ik zeg gewoon zo en dan zo. Kijk, pas hier nog voor nog iets maken of zo. Ik denk dat we dat ook gaan doen. Even zien. Nee. Het stiert net, ja? Even zien. Is een brekel weer weg. Omdek om het glas, dan moet het ook niet kapot. Zo. Even kijken. Dat heb ik allemaal van de buitenkant gedaan. En dit heb ik van de binnenkant. Dat ik het wel leuk vond staan. Ik kan zeggen van ik doe daar en daar. Even kijken hoor. Als ik nou gewoon hout pak en ik doe het gewoon zo. Hup. En dan daar hetzelfde. Doe het mooi zo. Ja. Zo gaan we het doen jongens. En meisjes. En dan kom ik weer één ster squad. Wat een leven man. Dan kom je dit weer tekort, dan kom je dat weer tekort. Het is soms wat. Even kijken. Dat is goed. Vaak nog ook goed. Ja, dan pakken we daar de helft gewoon van. Dan zeg gewoon hup, hup. En ja. Nou, dan hebben we in ieder geval weer een zootje van die stairs. 16 moet al even genoeg zijn. Ga ik vanuit. Ja. Dan doen we daar ook raampjes in. Hartstikke mooi man. Er zit de eerste verdieping er alweer bijna in met raampjes en zo. Hier wou ik een soort met. Ja, ik zit. Ja, wat denk je? Zul ik hier ook een balkon bij maken of niet? Dat ik gewoon daar een balkon heb, dat je daar kan staan, dat je hier gewoon kan staan, dat je hier ook een soort balkonnetje hebt, zeg maar. Dat dit gewoon open is. Weet je wel? Want hier heb ik nog een verdieping bovenop, dus zo. Dat we dat open laten of zo. Wat vinden jullie? Weet je wat? Laat even achter de reactie. Dat we dit gewoon geen glas in doen, zeg maar. Maar dat we hier zeg maar een hekje doen. Hier een hekje, dat hier nog een deur komt. Dat je gewoon naar buiten kan lopen. Net ook een soort balkontje, dat hier nog een bankje of zo komt te staan. Weet je wel, een soort met overkapping of zo. Gewoon helemaal wel een beetje hier nog wat boven gaan doen. Zeggen van, nee, kijk, heb ik stairs. Nee, ik heb geen stairs. Heb ik hier nog stairs? Altijd als je wat nodig hebt, dan heb je het weer niet, hè. Dat is altijd hetzelfde zien. Heb ik hier stairs? Ja, kijk. Of stairs, fans. Jongens, wat is het vandaag? Hey, zie ik wel een botje? Ziet er vet uit, Jespertje. Hey, bedankt Jesper. Ik door mijn baas. Zie, dus ik denk om het zo te doen. Kijk, zo. En hetzelfde hier dan. Zoiets, denk ik aan te denken. Dat je gewoon hier naar buiten loopt. Of ik moet hier glas maken, ik weet het niet. En dat je door dat dit gewoon een soort met. Ja, dat dit gewoon open blijft. Weet je, want er komt hier gewoon een deur in. Met dat het helemaal dicht wordt gemaakt, maar dan moet ik nog even kijken hoe ik het ga doen. Maar dan laten we deze afdeling even voor afdelen. Is serieus, ik heb vandaag weer last van spraakgeblek. Om zo te zeggen. Ik zou zeggen van... Deze verdieping. Eens even kijken. Ja, dan gaan we hier omhoog. En dan gaan we hier boven kijken.
Hallo, kijk, dit is de volgende verdieping. Dit is wat hoger gemaakt, zeg maar, dus de ramen worden wat groter. Dus vind ik op zichzelf wat nicer. Maar wat ik hier natuurlijk nog kan doen, is dat ik de ramen wat meer naar binnen maak. En dan vraag je je af, hoe bedoel je dat, naar binnen maken? Nou, dat laat ik jullie zo wel even zien. Kijk, dan heb je bijvoorbeeld die. En dan even kijken wat dat doen we. Zullen we hier ook nog een dak maken dat de zolder met storage room moet? Nee, ik weet niet. Zo dingen. Oh ja, allemaal gaten. Ja, maar waarom zitten daar gaten? Nou, het gaat allemaal nog dicht. Mijn bedoeling is, ik zit zelf te denken om het zo te maken. Kijk zo. 1, 2, 3, 4. En dan zo. Meer aan de binnenkant, zeg maar. Dan heb je wat meer uitstraling. Vind ik persoonlijk. Mijn mening, hoor. Jullie kunnen wel een andere mening hebben. Mogen jullie gerust erbij zetten als jullie zeggen van, hé, je moet dit anders doen, want dit staat niet. Nou, prima. Het is nog steeds mijn huis. Zo. Even kijken. Daar nog. Zo. En daar. Ja. Zo zit er denk ik. Kijk, en dan ga je bijvoorbeeld naar buiten. Dan ga je naar buiten. Loop je gezellig naar buiten. Ja, ik moet toch naar beneden toe. Dus het komt goed uit. Zie je, dan ga je naar buiten. Zo. Het is weer een donker dagje in deze dal. Ik hoor wat. Walder, ja. Nee. Dan ziet heb je wat meer uitstraling. Zit wat meer naar binnen. Voor mij is dat wat nicer. Spookt hier ook hoor, allemaal dingen. Denk ik hoor. Oké, nou ga ik snel naar mijn. Nou, toen nog steeds mijn huisje. Wat binnenkort wat veranderd storage room. Dus laat je tof om daarmee te helpen. Laat even achter in de reactie. Oké. Is volgens mij een creeper ontploft, denk ik. Dammit. Takenbot is zoals jullie zien helemaal leeg. Dus ja, verzin eens even wat nieuwe taken, mensen. Wat moeten we gaan doen? Het is sowieso binnenkort de bedoeling dat wij... zien, dit is aflevering 21, dacht ik. Ik denk dat aflevering 25 of zo, dat we dan proberen naar die end te gaan en zo, om dat enderdekker te verslaan. Dat lijkt me wel leuk. Dat ga ik met een paar mensen doen. Helemaal tof. Maar nu even. Ik ga weer 2 invites weggeven voor deze server. Voor de Social Craft server. Wat moeten jullie daarvoor doen? Nou, simpel zat. Like deze video, deel hem op Google Plus natuurlijk. Geef weer een blauw duimpje, dus dat is gewoon liken. Komt helemaal goed. Volg me ook even op Twitter en Gonji Games. Dan komt dat ook helemaal goed natuurlijk. En ja, geef me motivatie. Wat is jouw toevoeging aan, aan onze sociale community, om zo te zeggen. Maar ik zeg gewoon onze sociale omgeving. Ja, wat wil je hier nog toevoegen? We hebben nog genoeg dingen om te doen. Wat voor ideeën heb jij? Wat lijkt je tof om hier te doen? Ik geef 2 invites weg. Dus ja, like de video sowieso even. En laat even een reactie achter. Dan ga je, vind ik jullie een week. Dan het volgende week. Het is vandaag donderdag officieel. Ja. Oh, dan maak ik volgende week woensdag. Maak ik dan bekend wie de winnaar is dan. Dus laat even achter in de reacties. Ook kijk even mijn andere video van de DHD server. Daar geef ik momenteel een invite weg. Voor de DHD-server kan jij gewitelist worden. Dus er staat van alles bij van wat je moet doen en zo. Dus het komt helemaal goed. Voor nu wil ik in ieder geval zeggen, mensen, bedankt weer voor het kijken. Ik ga verder met mijn huis. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij de nieuwe Social Craft. Voor nu zeg ik, mensen, later!